Nee, dit is heerlijk. Hij zei net, dit kan ik in de bioscoop niet doen zo, met mijn voeten zo voorover. En lekker en ideaal met het geluid via de radio. '78, I came to Europe to compete for the first time. It was pure driving. It was real racing. And that makes me happy. We hebben hier een exclusieve voorvertoning van Senna the Movie. Dat is een film die in Nederland alleen op DVD te krijgen is. En we hebben met Universal, de producent, een overeenkomst gesloten dat wij exclusief hier in Nederland een voorvertoning mogen doen. En daarvoor hebben we gedacht van het is ontzettend leuk om onze lezers daarvoor uit te nodigen. I think we are watching the arrival of Ayrton Senna, a truly staggering talent. Ik krijg een familieuitje van ja, zo eventjes. Ja, met mijn zoon. Dus allebei autogek. Dus ja, erg leuk. Een film in deze setting en die natuurlijk alleen maar eenmalig vertoond wordt. Ja, dat is wat waard om te zien. Dus als je daarbij kan komen, is dat fantastisch. Echte fans van Ayrton Senna? Hij wel. Ja, ik wel, ja. Ja, ik was maar een heel klein kind toen het ongeluk is gebeurd. Maar ik ben er wel altijd mee opgegroeid. En ik zit zelf in de racerij. Okay. En ja, dan ga je daar toch wel als groot voorbeeld mee om. We ranked among the all-time greats. How do you feel about being world champion? It's not a bad feeling at all, is it? Ja, ik heb Senna nog meegemaakt. Ja, en in die tijd was het de topcoureur en iemand die risico's durft te nemen. Ja, en dat heeft hem ook uiteindelijk zijn leven gekost. Ayrton has a small problem. He thinks that he can't kill himself. And I think that's very dangerous. You are competing to win. And if you no longer go for a gap, you're no longer a racing driver. Senna Foss takes the lead. Senna.